de jeugdprins en prinses van de Kemphazen. Goedemorgen. Goedemorgen. En wacht, even de microfoon aanzetten, dat is wel een stuk gemakkelijker. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is al een stuk beter. En met wem hebben we het genoegen vandaag? Isa en Julian. Isa en Julian. En is dat Julian de eerste en Isa de eerste? Of... Ja. Ja? Ja. En gisteren heb je, ziet je, onthuld spectaculaire wijze, op een unieke wijze hebben we gehuurd. Hoe ziet je de route gekomen? Hoe ziet je onthuld? Dat was niet gisteren. Oh, gisteren? Nee, dat was de 18e. Oh, dat is al langer geleden, zorg. Ja. Sorry. Nee. Nou, dat is een paar weken geleden, zorg al. De 18e januari, ja? Ergens in die richting. Ja. Hoe ziet je eigenlijk onthuld? We moesten een filmpje maken. Ah, en wat voor filmpje heb je gemaakt, Julian? We moesten overal op één plek... kwam iemand vroeg, ja, ziet je de jeugdprins? Ze moesten neerzagen natuurlijk, als het wel is. Ja. En toen even later moesten wij tweeën dus naar de Manders. En dan maakten we het filmpje van dat, hoe we uitkwamen. Maar dat is een jeugdjournaal-uitzending heb je ervan gemaakt, hè? Is er geweest over? Ja, dat heet de Canvasvereniging. Dat heet de Canvasvereniging, ja. Oké. Okay. En hoe is het nou om dan jeugdprins en jeugdprinses te zien zo van de Kemphazen? Superleuk. Ja? Superleuk. Heb je, want gisteren zal wel een schoolcarnaval geweest zijn, of niet, in Echel? Ja. Heb je flink geld met de feesten? Ja. Heb je lang door met de feesten? Nee. En wat goed, heb je deze week nog, de Vastenovensdag nog een programma? Mocht je nog dingen gaan doen? Vandaag hebben we de bonte binnenbeleving. Oeh, dat wordt heel gezellig. Morgen hebben we de receptie. En de kindermiddag. En dinsdag hebben we het aftreden. Ja. En frietjes zetten. Dat is heel belangrijk, dat laatste. Goed eten. En maandag hebben de Kemphazen altijd een vrije dag. Ja, normaal. Dus altijd, ook het jeugdbureau. En waar gaat dat allemaal plaatsvinden? Waar kunnen ze bij jeugd de receptie komen doen en naar de binnenzitting? Merendeel bij Manders en de receptie en de kindermiddag bij het erf. Oeh, dat wordt keigezellig in Echel. Dat is morgenmiddag dan, zeker. Hè? Morgenmiddag moeten we allemaal naar Echel voor jeugd te feliciteren. Ja. En natuurlijk heet een jeugdprins en een jeugdprinses, of als het alleen een prins is, dan kan natuurlijk ook altijd een spreuk. En daar zullen we Gerrits willen huren wat jij voor spreuk hebt dit jaar. Deze vastelovend stijgt op een kop, weg om deze dag, samen voorop met einde van dorsten ze nikken, duiders ze kikken. Allah! Ja, normaal doen ze die twee keer, maar we hebben 10 minuten vol. Doen we toch nog een keer. Dan mogen we nog een keer doen, altijd twee keer doen. Deze vastelovend stijgt op een kop, weg om deze dag, samen voorop met einde van dorsten ze nikken, duiders ze kikken. Allah! Ja. Hartstikke spreuk. Keirruige spreuk. Heb je zelf verzonnen? Ja, wat doen we jou van maken? Hoe ga je één nummer huren wat je zelf samen net hebt gezegd? Van, nou, als we een nummer aan mogen vragen, dan moet dat nummer zien. Wat zoet je willen huren nou? Doe je sterren. Het blijft wel ergens in de Bjorn en Mieke sfeer hangen op dit moment. Die jeugd, de toekomst en die vingen Bjorn en Mieke leuk. Dus dan gaan we dat lekker rijden. Dan gaan we dat doen. Bedankt voor uw komst. Maak er nog een schoenen vaste avond van. En... Robin heeft nog een klein cadeautje voor de jeugd. We hebben zo'n pinkje van de bonte boetebeleving. Die kan je opspelden en dan lekker bij je gooien. En dan wensen we je hele schone dag.